Wilma, je hebt, laat me even zeggen wat dat je functie is, als, om je te situeren. Ja, ik ben directeur van een jeugdgezondheidszorgorganisatie in de Achterhoek. Dat is jeugdgezondheid 0 tot 4. Dus dat zijn kinderen die op het consultatiebureau komen. Het consultatiebureau is in Nederland in ieder geval een hele bekende term. Ja. En je hebt de cursus Corporate Activist gevolgd, hè? Yes. Kun je daar iets over zeggen wat je daaruit gehaald hebt, die jouw functie als vanuit directie dan gevoed heeft? Dat zijn verschillende dingen die mij daarin, die ik daar geleerd heb. Maar mijn allerbelangrijkste inzicht is het inzicht dat als je een verandering wilt of een verandering in je organisatie mede vorm wilt geven, en dat is bij ons zo. Want we willen van een top-down organisatie naar iets anders, zonder dat we nou precies weten wat dat zou moeten zijn. Hoe krijg je dan, hoe maak je dan zo'n beweging? En het belangrijkste inzicht is dat je dan misschien wel snel mensen vindt die activist zijn. Maar om daar een early adopters van te maken, dat is een proces. Maar dan is het belangrijkste nog van hoe bereik je dan de early majority. Ik gebruik wel vaak de metafoor van de olifant. Van je hebt altijd wel mensen op een slurfje zitten. En als die heel gewoon inspirerend zijn, dan krijg je de kop van de olifant wel mee. En dan. En die overgang tussen de kop van de olifant en hoe je de voorkant van de olifant meekrijgt, dat je in die. Om die groep dan die voorkant van die olifant mee te krijgen, dat je dan andere argumenten moet gebruiken dan de fanatiekelingen, zeg maar, die de oorspronkelijke beweging wel zien zitten. En dan moet je dat moet anders aanpakken. Ik vind dat een mooie metafoor, omdat ik me die olifant voorstel met dat zwaar lijf. Ja. En die voorkant wil wel mee, want dat zijn fanatiek. Maar hoe krijg je dat lijf ook mee? Hè? Ja. En dat is ook wel een mooie metafoor, omdat het ook dan niet meer interessant is. Dat heb ik dan ook geleerd. Dat je eigenlijk niet, dat het niet zoveel zin heeft om aan die achterkant van die olifant, om daar aandacht aan te besteden. Want als je die voorkant in beweging hebt, dan komt die achterkant wel mee. Omdat de late majority, hè, dat is dan ook de kennis, die wil niet achterblijven. Nou, dat kan ook helemaal niet met een olifant, dus die komen wel mee. En ik, voor mijzelf persoonlijk is dat een belangrijk inzicht, omdat ik nogal kan aanslaan of last kan hebben van de mensen die dan weer op het staartje van die olifant zitten te mopperen. Want die heb je natuurlijk ook altijd. Ja. En ze zegt wel eens van je moet geen aandacht besteden aan de dissatisfiers, maar je moet aandacht besteden aan de satisfiers. Hè? Dus je moet gewoon dan, en dat past ook in wat ik geleerd heb, laat nou maar. De rest er komt wel mee. Steek je energie in. Ja, ook wel duidelijk maken waar de voorkant van de olifant, welke winst zij boeken om mee te bewegen in die beweging die je graag zou willen. En dat is wel een uitdaging Ja, dat is een om goede voorbeelden te vinden, andere argumenten aan te halen, hun taal te leren spreken. En dat is mooi werk, vind ik. want zowel de fanatiekelingen als de mensen die op die staart zitten, ja, dat zijn eigenlijk twee extremen, maar die hebben ook allemaal hun rol te spelen en op Ja. een bepaalde manier de anderen te beïnvloeden, hè. Ja. En wat ik ook mooi vond, dat is volgens mij het boekje Zinzoekers. Hoofdstuk 4 van de Zinzoekers. Dat gaat over de idealist en de valkuilen van de idealist. Daar herken ik mezelf in. Ik beschouw mezelf ook wel een idealist met een missie, hè, om waarom ik hier op aarde ben. En ik vind ook wel dat deze opleiding je helpt om als idealist niet met je kop tegen de muur te lopen. Maar dat het ook helpt om je idealen eigenlijk anders vorm te. Ja, zeg maar, dusdanig in beweging te zetten dat je er niet op lek gaat. Ja. Wat je beschrijft in het hoofdstuk van de zinzoekers. Ja. Ik ben heel blij dat je op die verschillende lagen je eigen ontwikkeling, maar ook dat je dan in de organisatie bezig bent, dat je daarop geleerd hebt. Het is op verschillende lagen dat je leert, hè? Dat is mooi. Bedankt daarvoor. Dank je.